Dit jaar schreven slechts 25 leerlingen zich in bij het Surinaams Pedagogisch Instituut SPI en geen enkele bij het Christelijk Pedagogisch Instituut CPI. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zei dat steeds minder mensen leerkracht willen worden. Ory wijst op lage salarissen en onvoldoende voorzieningen als redenen voor de lage instroom. Het ministerie moet nu creatieve oplossingen zoeken om dit te veranderen. We moeten het leraarschap promoten, anders hebben we straks grote tekorten, zei de bewindsman. Het is ook een vaak teken dat het beroep inderdaad aan imago onderlijdt. Want het is een hele een van de laatste instroom die we gezien hebben. PPI, tot nu toe hadden ze nul. Dus dat betekent dat het ook een ernstig vaak teken is. Leerkrachtenproblematiek zullen we moeten bekijken om op te lossen op een andere manier. Veel creatiever moet het gaan, maar wat we nu doen is inventariseren waar de tekorten van leerkracht op welk gebied zitten. We gaan dat straks dus zowel voor het algemeen vormend onderwijs als voor beroepsonderwijs. Sommige leerkrachten kunnen worden omgevormd om vakken met tekorten op te vullen, zegt Ory. Er zijn nieuwe sollicitanten die nog moeten worden afgewikkeld om de scholen te ondersteunen. We hebben speciale klassen voor natuurkunde nu met 65 leerkrachten die meer biologie en scheikunde hebben gedaan, zijn ze bezig om te scholen natuurkunde leerkrachten. We zien inderdaad een stukje vertrek naar het buitenland en een stukje mensen die dus ook vragen voor buitenbezwaar zijn tekenen dat ze vertrekken. Dus die tekorten zullen we blijven houden. Je probeert natuurlijk met een stuk creativiteit te zorgen dat bij een aantal scholen dus dit probleem wordt opgelost. Maar nogmaals, het gaat structureel blijven tekort aan leerkrachten. Kubanen die in Suriname wonen zijn nu bijgeschoold en klaar om het tekort aan leerkrachten Spaans op verschillende scholen op te vangen.